Ik had wat buikklachten en daarvoor ben ik doorverwezen naar het ziekenhuis. De specialist heeft me daarna doorgestuurd voor onderzoek naar de radiologie. Als u bij ons op de afdeling komt, dan kunnen we uw lichaam op verschillende manieren in beeld brengen. En dat kunnen we doen met behulp van echo-onderzoeken, röntgenfoto's of mammografieonderzoeken, maar ook met scans zoals een CT-scan of een MRI-scan. En welk onderzoek u krijgt, dat hangt helemaal af van de klacht of van uw ziektebeeld. Ik moest me melden bij de receptie van de radiologie. Die hebben me naar de wachtkamer verwezen en daar moest ik nog heel eventjes wachten. Bijna alle onderzoeken op de radiologie worden op afspraak gemaakt. Het kan voorkomen door een spoedgeval dat u wat langer moet wachten en wij vragen hiervoor uw begrip. Het eerste onderzoek was een CT-scan. De laborant heeft me opgeroepen en mij heel goed uitgelegd hoe het zat. Ik was er wel wat zenuwachtig voor, maar achteraf was dat eigenlijk niet nodig geweest. Een CT-scanner die maakt gebruik van röntgenstraling en die kan in tegenstelling tot een röntgenfoto snel in een driedimensionaal beeld het lichaam afbeelden of de organen. De CT-scan zelf, daar voelde ik niks van. Alleen het contrastmiddel wat in mijn arm werd ingespoten, daar werd ik wel eventjes wat warm van. Voor een CT-scan en MRI-scan zijn soms voorbereidingen nodig. Dit staat in de folder en brief die u krijgt. Na de CT-scan moest ik voor MRI-onderzoek. Daar werd me ook weer goed uitgelegd hoe alles ging. Ook een MRI kan een 3D-dimensionaal beeld het lichaam afbeelden, maar maakt in tegenstelling tot een CT-onderzoek gebruik van magneetvelden. Een MRI-scan duurt langer dan een CT-scan. Afhankelijk van het onderzoek kan het van minimaal 10 minuten tot ongeveer 3 kwartier duren. Voor een MRI-scan is het heel belangrijk om stil te blijven liggen. Dit kan voor sommige patiënten heel lastig zijn, maar het is heel belangrijk om dit vol te houden. Bovendien maakt de MRI-scan heel veel lawaai. Ik kwam op een tafel te liggen, waarbij ze me rustig een tunnel ingeschoven hebben. De MRI zelf maakt wel veel lawaai, maar omdat ik zelf een cd'tje mee had met mijn eigen muziek, viel dat reuze mee. Ik moest ook erg stil liggen, maar dat ging ook helemaal goed. De CT is niet beter dan de MRI. Elk onderzoek heeft zo zijn sterke en zo zijn zwakke of minder sterke eigenschappen. En ze vullen elkaar aan. Als het onderzoek klaar is, dan kan ik op de beeldschermen zoals hierachter de plaatjes beoordelen. En dan maak ik een verslag van en dat kan de behandelend arts met u bespreken. Nee, het viel me 100% mee. Je voelt er bijna niks van. Voor de uitslag moest ik alleen verwachten tot ik bij de specialist was geweest. En die heeft me gelukkig kunnen vertellen wat er aan de hand was. Ik vond het heel fijn dat ik een folder en een brief kreeg. En dat heeft me heel erg geholpen om me goed voor te bereiden op het onderzoek en dat alles vlot verliep.